Nou, dus dat toch wel een mooi en heugelijk moment. 18 gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben donderdag in Alkmaar een woonakkoord en een woondeal ondertekend. Een plan om 3 keer zoveel te gaan bouwen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het woonakkoord zijn de afspraken die je vroeger had, hè, hoeveel je mag bouwen per regio. En de woondeal is voor de heel Noord-Holland-Noord, waar je een ambitie laat zien samen met de provincie. Hoe gaan we dat woningtekort gaan we oplossen? En ook gecombineerd met een goed daily urban system, dat betekent dus ook dat je de infra ook benoemt. En zorgt dat mensen ook op hun werk kunnen komen en thuis kunnen komen. Nou, woningbouw vraagt veel tijd, helaas. Maar wat ik hoop dat mensen gaan merken is dat we eindelijk ook echt de wachtlijsten voor de sociale huur zien afnemen. Waardoor mensen minder lang hoeven te wachten om samen te gaan wonen. Of na een scheiding sneller weer een eigen huis kunnen vinden. Je hoort de bouwgeluiden al op de achtergrond. Dus datgene wat we nu eigenlijk vastgelegd hebben, daar zijn we al volop mee bezig. Zorgen dat er meer bouwplannen in de stad echt actief worden. En dat er ook veel meer wordt gebouwd en veel sneller wordt gebouwd. En voor ons is het heel fijn dat er nu een helder kader ligt waarbinnen we met elkaar aan de slag gaan. Dat geeft heel veel duidelijkheid. En duidelijkheid zorgt ook voor snelheid. Als je dat aan de voorkant met elkaar weet, kan je ook vanuit dat gemeenschappelijke kader aan de slag. Dat is heel belangrijk. We zien toch een verdunning per huishouden van het aantal mensen dat in een woning woont. We zien uiteindelijk ook een groeiende vraag voor starters, voor jongelui die ook graag in de regio willen blijven wonen. Als je kijkt naar de Rijksregelgeving, die in sommige gevallen niet altijd even bevorderend werkt om te komen tot snelle realisatie van bepaalde projecten, dan denk ik dat wij nu een mooi akkoord hebben waarin wij als provincie en regio hebben gezegd, nou, dit is ons aanbod. En zoals wij het kunnen taxeren, voldoet dat ook prima aan die Rijksregelgeving. Dus dat zou geen belemmering moeten zijn om het Rijk uit te nodigen om hier ruimhartig aan mee te werken.